Je cv doet twee dingen. Het verwarmen van het water voor je kraan en het verwarmen van het water van je verwarming. Ja, en het is augustus en dan denk je, heb je het daar nu al over? Ja, het stookseizoen komt er namelijk weer aan. Kijk daarom nu je cv na. Ik heb namelijk gehoord dat je heel veel zelf kan doen om je cv-ketel nog beter te gebruiken. Dus, ik ga even terug de schoolbanken in voor een lesje. Hoe gebruik ik mijn cv goed? Wanneer er te veel lucht in je radiator zit, kan het zijn dat die niet helemaal warm wordt. Daarom belangrijk elk jaar even ontluchten. Belangrijk is dat na het ontluchten kijk je meteen de druk van de ketel na. Deze moet zijn tussen de 1,5 en de 2 bar. Is het lager, dan moet je natuurlijk eventjes bijvullen. Je kunt dit zelf. Download de handleiding op www.osschakeldoor.nl. Alle nieuwe cv's hebben een eco-knop. Je cv-ketel houdt altijd het water een beetje warm. Dat kost veel energie. Zet de eco-knop aan en daarmee spaar je veel energie. Meester Joris, waar kan ik de eco-knop vinden? Goeie vraag, Joris. Dat is bij iedere cv-ketel anders. Raadpleeg daarvoor de gebruiksaanwijzing van je eigen ketel. Je cv-ketel wordt geïnstalleerd op 80 graden, maar bij een redelijk goed geïsoleerd huis is 60 graden eigenlijk meer dan genoeg. Zet hem dus op 60 en daarmee bespaar je een hoop energie. Meester, mijn vader zegt dat hij nog lager kan. Ja jongens, dat weten we. Ja. Je kunt dit inderdaad zelf testen. Wil je weten hoe? Kijk op www.osschakeldoor.nl. Het best bewaarde geheim. Met waterzijdig inregelen krijg je je verwarming weer in balans. En bespaar je een hoop energie. Dit hoef je maar één keer te doen. Maar hiervoor heb je wel een monteur nodig. En dat kun jij deze maand winnen. Kijk snel voor meer informatie op www.osschakeldoor.nl.